Mijn megabasis in Content Veen is inmiddels bijna helemaal af. De voorkant, de zijkant, de achterkant, de bovenkant. Het enige probleem op het moment... ik heb nog steeds haar. Dames en heren, jongens en meisjes. Welkom allemaal bij Content Veen seizoen 4. Het is een mega ramp, maar we hebben inderdaad nog steeds gewoon dat lelijke kapsel. Alleen heb ik goed nieuws. Ik heb heel goed nieuws voor jullie. In de vorige video heb ik dat prachtige standbeeld voor Sharda gemaakt. En het ziet er natuurlijk heel leuk uit. En niet alleen het standbeeld van Char, maar we hebben natuurlijk ook dit standbeeld voor Joris hier gebouwd. En Joris, je haar. Ik ben echt jaloers op jouw haar. Jouw haar is gewoon veel mooier dan mijn rare drol op mijn hoofd. Het ziet er niet uit. Gelukkig kunnen we daar verandering in brengen. Want als we even deze kant hierop vliegen, dan kunnen jullie zien dat er ook ineens een standbeeld voor mij is verschenen. En hij heeft een hanekam. Kijk dat nou. Ik wist niet dat een hanekam mij zo goed zou staan. Oh mijn god, wat ziet dit er raar uit. Maar ik ben wel echt helemaal verkocht. Dit is geweldig. Een walnut met hanekam. Oh mijn god, ik moet dit hebben. Ik moet nu naar de kapper gaan en ik moet dit haar hier van me afhalen. En ik moet een hanekam creëren. Maar het ding is, in mijn vorige video ben ik daarheen gegaan. En dat was nou niet echt een geweldige ervaring. Heeft een maand mogen duren, maar we gaan het eindelijk doen. Ik wil graag... een kapsel, als het kan. Ja. Ja, dat gaan we dus zeker niet meer doen. Gelukkig heb ik een geweldige oplossing. Maar daarvoor moeten we heel even naar Joris toe. Joris. Oh, daar zou je hem al hebben, joh. Hallo. Hey, knul. Wat zit je nou lekker? Ja, ik was lekker aan het genieten van het zonnetje. Ja, dat snap ik. Het is ook lekker weer vandaag. Een beetje bewolkt, maar het is wel hartstikke lekker. Hey, jij had een oplossing voor mijn kapsel, hè? Want ik wil die hanekam die ik daar zag. Ja, dit kan echt niet meer. Nee, dit is echt een drol op mijn hoofd. Dit kan echt niet meer. Ja, dus... nou ja, ik heb hier een leeg pandje. En die kunnen we wel even snel omkoveren. Toveren tot kapsalon. Dan kan ik mijn haar gewoon knippen. Precies. Nou, let's go dan. Kapper is helemaal klaar en wij lopen nu ook gewoon over de stoep hier alsof het heel normaal is allemaal. En daar zal je hem hebben, de barbershop. Hey, kapper! Hey! Hey! Mijn eerste klant! Ja, ik zou je eerste klant zijn, denk ik, hè, bij de kapper hier. Het ziet er goed uit. We hebben leuke kapperdingetjes hier en zo al. Leuke poster is hier neergehangen en zo. Oh ja, dit ziet er goed uit. Hey, ik wil graag geknipt worden. Ja, dat is helemaal prima. Had je een afspraak? Nee, ik heb geen afspraak. Oké, nou, we hebben wel ruimte. Dus ja? Ga gerust even zitten op de wachtstoel. Dan zal ik je zo ophalen. Ik zit op de wachtstoel, maar er is niemand. Oké, gaan we even zitten, jongens. Kijk, we hebben hier leuke postertjes geplaatst. Of postertjes, tijdschriften die je dan even kan lezen. Weet ik wat allemaal. Kijk deze kapperzaak nou. Dit is toch een geweldige kapperzaak, of niet dan? Dankjewel. Nou, kom zitten. Kan ik? Is het zover? Ja. Mag ik eindelijk dit kapsel van mijn hoofd afhalen? Ja. Oké, wacht. Laat me even zitten. Goed, ik wil graag een hanekam. Je hebt het standbeeld heb je gezien. Ik vind wat ik nu op mijn hoofd heb, lijkt een beetje op een drol. En dat vind ik nou niet echt geweldig of zo, weet je. Dus het liefste zou ik zeggen, doe de zijkantjes maar niet echt kort, maar gewoon echt kaal. Dat je gewoon echt mijn hoofdhuid ziet. Okay, en bovenop, ja, gewoon echt een lijpe hanekam. Ja. Dat komt voor de bakker. Of voor de kapper. Komt voor de kapper, niet voor de bakker, inderdaad. Nou, ik ga zitten. Precies. Komt helemaal goed. Zo, hé. Jeetje. Wat een... Is dit wat? Dit zit wel lekker hoor, moet ik zeggen. Dit ziet er wel goed uit, ja, het kapseltje zo. De zijkantjes gewoon helemaal kaal geschoren. Kaal. Je ziet ook mijn maskertouwtjes zie je inmiddels weer goed. Die waren natuurlijk helemaal onderbedolven door het kapsel van me. Dus en dan bovenin de hanekam. Zo, hé. Ja, dit is wel even een kapseltje. Hè. Die hanekam bovenop. Ik dank je wel. Wacht even hoor. Zo, hè. Je ziet wel echt het haar hier op de grond liggen. Allemaal. Ja, er is heel wat afgekomen. Ja, er is behoorlijk wat afgekomen, inderdaad. Hé, hey, wat krijg je van me? Ik dacht, loop even naar de... Ga je het nog opvegen zo? Of dat ja, dat veeg ik zo meteen gewoon. Oh, maar omdat je mijn eerste klant bent... Ja? Dus die is de knipbeurt gratis. Oh, top, hé. Dus daar kom ik wel een keer vaker terug, oké? Omdat die gratis is, weet je, dat is marketing. Daar zou ik vast wel terugkomen. Hé, hey, leuke magazines heb je hier liggen. Leuke kapper ook al heb ik geholpen met bouwen.
Echt leuk. Ik ga er vandaag nog veel te doen. Ik ga lekker... Oeh, is wel fris aan mijn hoofd dit zo. ja, veel plezier ervan. En tot de volgende keer. Oké, okay, doei. Doei. Goed, jongens. Laten wij via de tunnel terug naar huis vliegen. Lekker met een hanenkam. Gaan wij hier omhoog. Hoppakee. Dan komen wij uit bij mijn prachtige bus/tramstation hier beneden. Hey, wacht nou even, hey, jongens. Kijk dit nou even. Klopt dit of klopt dit als je die hanenkam zo ziet? Dit is het toch gewoon? Dit is het toch gewoon? Oh, ik hoop dat ik in de volgende aflevering gewoon kaal kan. Dan ga ik naar die kapper toe en dan scheer ik het er allemaal af. En dan zijn we weer kaal, zoals het hoort. Goed, jongens, dan is het nu tijd voor het volgende stukje van deze aflevering. Ik heb natuurlijk in de vorige video hier, heb ik dit standbeeld gebouwd voor Char als bedankje. Omdat zij altijd de spullen voor mij verzamelt. Maar wat ik deze video wil doen, is ik wil een soort van ruimte creëren waar ik Char in kan plaatsen. Wat dan Char kan plaatsen, wat dan voor Char is. Die ruimte gaan we dan ook benutten op dat balkonnetje daar. En achter die 6 ramen die je daar ziet, daarachter gaan we wat leuks bouwen. En je hebt het waarschijnlijk al in de titel of in de thumbnail gezien dat het een laboratorium gaat worden. En daarvoor heeft natuurlijk de enige echte Char de Knar gewoon wederom spulletjes voor mij verzameld. Dus laten we die even pakken hier. En dan denk je misschien, waarom een laboratorium? Wat heeft dat met spullen verzamelen te maken? Nou, mijn gebouw is natuurlijk gewoon een beetje een soort van super hyper modern. En ik denk, ja, ik kan wel een verzamelruimte maken, maar het past veel meer bij mijn gebouw. Als we Char daarin plaatsen en ik geef haar een blauwdruk van mijn volgende bouwwerk. En dat Charlotte dan in dat laboratorium kan gaan onderzoeken welke blokken ze allemaal nodig heeft. Dat past nog veel meer bij het moderne wereldje dat we hier hebben. Of niet dan, hè? Char is op het moment niet online. Ik verwacht wel dat ze later vandaag online is. Dus dan kunnen we dit als soort van verrassing aan haar geven. Dat het dan haar laboratorium is. Dan mag ze mee doen wat ze wil. Ik zal hem wel voor de inrichten. Maar ze mag ermee doen wat ze wil. Hij komt hier, jongens. Dit wordt hem. Dus laten wij hier even de shulkerboxies plaatsen. Dan doen we zo. En dan doen we deze ook nog hier. Dan kunnen we makkelijk zo de shulkerboxies openen. En dan is het tijd om aan ons geheime laboratorium te beginnen. Waar Char dan de blokken kan verzamelen als ze dat wil natuurlijk. En dat gaan we natuurlijk met onze prachtige hanenkam in een timelapse doen. In 3, in 2, in 1. Wacht, waar ben ik? Oh, ja, ik wilde mijn hanenkam niet laten zien. Ik schaam me er eigenlijk een beetje voor. Ik zeg wel dat ik hem heel cool vind, maar eigenlijk schaam ik me er een beetje voor. Maar je weet hoe dat gaat bij de kappers, hè? Dan kom je bij de kapper vandaan en dan laat hij de haar aan je in de spiegel zien. En dan zeg je wel leuk, maar diep van binnen ben je eigenlijk aan het huilen. Want je vindt het helemaal niet leuk, maar dit is nu gewoon je nieuwe kapsel. Dit is hoe je bent. Zo voel ik me op het moment een beetje. Dit is de hanenkam, dit ben ik. Help me alsjeblieft. Help. Goed jongens, het laboratorium is af. Laten we heel even die kant op gaan. De enige manier hoe je er kan komen. Voor nu nog. We gaan binnenkort een nieuwe route er naartoe brengen. Maar de enige manier hoe je er kan komen nu is via een Elytra en wat rockets. Hoppakee, zo. Dan kan je hier landen. Dan kan je hier naar binnen en dan kom je in het laboratorium terecht. Dan daar hebben we allemaal smurrie door de buis lopen. Laten we links beginnen. Hier links heb ik een soort laser geplaatst. Hier hebben we een leuk tafeltje waar je allemaal onderzoek kan doen. Opslag hier. Wat boeken die je kan lezen. Hier allemaal laboratoriumdingen. Hier buizen waar Char zelf dingen in mag plaatsen. Ik weet niet wat Char allemaal wil onderzoeken hier. Maar dat kan ze gewoon plaatsen. Dan hier... ik weet niet wat Char hier allemaal aan het verbouwen is, maar dat is aan haar. Hier nog een gek onderzoeksapparaat. Hier een mega ventilator. Aan de andere kant hebben we hier een lavapool waar dingen onderzocht worden. We hebben hier iets ook waar dingen gegenereerd worden. Een mega boekenkast met een soort van,
muur hier die heen en weer kan schuiven, zoals je aan die railings daarboven kan zien. Hier worden dingen onderzocht. Hier is Char de tafeltje waar ze achter kan staan. En letterlijk, dat is haar bureau waar ze dingen kan doen. Nog meer smurriebuizen, onderzoeks, tv, weet ik veel wat het is. En je hebt leuk uitzicht. Kijk dit nou. Je hebt uitzicht op gewoon de supermarkt hier beneden. Dat is toch even helemaal geweldig, jongens. Gewoon uitzicht naar beneden. Enige wat nog mist is een armor stand. En die ga ik hier plaatsen. En daar moet dan een lapjas voor Char op. Enige wat ze nog nodig heeft is een lapjas om hier te kunnen professoren. De laboratoriumen, weet ik veel. Ah, ik had niet light van niet om, oh mijn god. Dus laten we heel even kijken of wij wat leer hebben. Hebben wij leer? We hebben 13 leer, dat is niet genoeg. Laten we even de diamonds pakken. Dan vliegen we hierheen, hierheen en dan daarheen. Als het goed is, hier op de oude markt hebben we als het goed is wel een leerkraampje. Kan ik dat hier nog steeds kopen? Nee, is dat dan op de boot? Is dat hier beneden? Volgens mij dan hier op de boot misschien. Even kijken. Ah, hier, ja. En dat is helemaal uitverkocht. Leuk. Misschien heeft ze nog wat in de huis liggen. 5. Dat is ook niet genoeg. Ah, hier 21. Oké, dan laat ik wel gewoon 3 diamonds laat ik achter. Zo, dan heb ik het even goed gekocht. Oké, even denken. Dan gaan we hier wat armor van maken. En dan wil ik het wit hebben. Het moet natuurlijk een witte laboratorium outfitje zijn. Ik heb nodig een tunic. Ik heb nodig een pants. En ik heb nodig boots. Had ik dan niet al genoeg? Want ik had... Oh mijn god, nee. En dan heb ik nog nodig white dye. Die hebben we niet. Dus dan moeten we die even gaan fixen. Oh, wacht, trouwens. Ik heb heel veel bones. Hey, we hebben heel veel bones. Daar kunnen we allemaal white dye van maken. Goed, dan hebben wij, zoals dit, hebben wij een prachtig outfitje gecreëerd. Oeh, deze nemen we ook mee, deze waterbottles. Zo. Want als we hier even omhoog gaan en dan hier tegenaan vliegen, komen we weer in het laboratorium. Dan kunnen we ten eerste deze dingen hierin doen, zodat dit er nog wat leuker uitziet. En dan doen we hier de lab outfit van Char plaatsen. Dat is de laboratorium. Zullen we het ook even renemen? Gaan we even iets meer mijn best doen. Ik heb 7 levels. We hebben daar een anvil staan. Labjas. Labbroek. Labschoenen. Dus dan moet dit ook gewoon een labspatiejas zijn. Even kijken. Ja. Oké. Kijk, dan hebben we labjas, labschoenen en een labbroek. Dan kunnen we die hier ophangen voor Char. Even kijken. Dan hebben we denk ik alles gedaan. Het is wel een beetje donker aan deze kant hier. Ik denk dat we iets meer licht nog toe moeten. Nou, weet je, dat is een Char. Char kan dit helemaal opvullen zoals wel ze wat wil slopen. En wat anders wil plaatsen, mag dat natuurlijk. Goed, het is nu 1 uur 's middags. En ik denk dat Char pas vanavond online kan komen. Dus laten we hier gewoon gaan zitten. Zo. En dan, ja, dan moeten we maar denk ik 6 uurtjes wachten of zo tot Char er is. Ja, dat gaat nog wel even duren. Goed, we zijn ongeveer 6 uur verder in het leven en we kunnen gewoon weer verder waar we gebleven waren. Intussen ben ik niet online geweest, dus er zal niet zoveel veranderd zijn. Maar ik heb met Char afgesproken en daar zal je er hebben. Hallo? Hallo? Hallo, kom binnen, kom binnen. Ik voel me net een soort van de koning om die een speech gaat geven hier op zijn balkonnetje. Hey, kan je hier naar boven komen? Jawel. Ja, dat is wel de ja, ik kan zeggen, de enige manier om hier te komen is de Elytra manier. Zo ja. Hey, doen we even netjes zo. Welkom. Jij hebt natuurlijk blokken voor mij verzameld voor dit project hier. Dat heb jij gedaan, toch? Ja, ja dat ja, heb ik kijk, nou, en, je zal het vast ook wel gezien hebben aan de blokken. Het is natuurlijk een laboratorium geworden. We hebben hier links verbouwen we unieke dingen. Hier kunnen we laseren. En dan kunnen we dingen ja, onderzoeken met de lasers en zo. Weet je, hier een klein stationnetje waar je dan dingen op kan schrijven. Op papiertje wat je hebt gevonden. Bij de lasers hier. Ja. Een beetje opslag, wat boekjes. Lege grote tubes hier waar onderzoeken in gedaan kunnen worden. Ik zie het. Ja, hier een unieke machine. Geweldig. Geweldige machine dit. Wat doet het? Ik weet niet wat hij doet. Ja, daar ben ik nog niet achter gekomen. Hier een lavapool, want ja, dat heeft natuurlijk een laboratorium nodig. Hier onderzoeken we groene smurrie. Kijk, die groene smurrie stroomt ook daar doorheen. Die we onderzoeken. Oh ja. Ja, en dan hier worden bepaalde chemische augurken onderzocht. Oh, krijg je een grote onderzoekkast die nog niet genoeg onderzoek heeft. Die is nog helemaal leeg. Oh ja. En hier is een bureautje samen met een labjas. En hey, weet je wat het is? Ik wil dit laboratorium aan jou geven. Dus trek de labjas maar even aan die ik daar heb hangen. Even kijken of het je een beetje staat. Oh, het klinkt wel alsof er heel veel zombies en monsters nog hier boven op het plafond lopen. Ik weet niet of je dat een probleem vindt. Hallo? Sensatie. Oh, sensatie. Ja. Ja, daarom. Sensatie, dat is ook wel heel belangrijk, ja. Hé, hey, maar zou jij dit laboratorium willen hebben? Jawel. Kijk, dan kan je, hier kan je je onderzoeken en zo doen. Want ik weet dat jij allemaal geheimzinnige dingen natuurlijk aan het doen bent. Maar, naast dat, want jij verzamelt natuurlijk af en toe blokken voor mij. Is dat, dacht ik, weet je,
Misschien is het wel leuk als ik af en toe hier dan met een blauwdruk kom. Jou de blauwdruk geef hier van mijn nieuwe bouwplannen. Dan kan je het onderzoeken in je laboratorium hier. Wat voor blok je allemaal nodig hebt aan die blauwdrukken. En dan vervolgens de blokken verzamelen wanneer je zin hebt. Als ik heel lief aankijk. Ah, oké. Okay. Ah, ja, nou nu komt de aap uit de mouw. Ja, nu komt de aap uit de mouw. Dat is de bedoeling. Oké. Okay. Ja, als je het wilt. Als je dat leuk bent. Ik dacht, ik kan je wel normaal. Want nu ging het gewoon dat ik je de blauwdruk gaf. En dan moest je het helemaal moeilijk onderzoeken. Weet ik wat. En nu heb ik je gewoon een heel laboratorium gegeven waar je het allemaal kan onderzoeken. Mm-hmm. Ja, wat ik wilde doen, ik wil hier binnenkort een uitbouw gaan bouwen, zo. Een brug naar die brug daar. Ja. En dan daar rechts een nieuwe kamer maken. En ik ben bijna klaar met mijn blauwdrukken. En als ik die dan aan jou kan geven, die kan je hier onderzoeken. En dan moet er alleen nog een plekje komen waar we de blokken kunnen, waar die kan plaatsen voor. Want in mijn chestroom is het altijd zo rommelig. Ja, dat is heel onhandig. Ja, daarom. Misschien kan jij daar nog wel een leuk plekje hier in je laboratorium voor bedenken. Waar je dan de blokken kan achterlaten. Ja, toch? Ja. Oké, nou dan is dit nu. Je mag hem helemaal aankleden, helemaal veranderen. Stel je wil alles anders hebben, dan mag dat. Het is helemaal voor jou. Dus stel je wil deze buizen weg hebben of je wil dat in hebben, kan dat. Stel je wil andere apparatuur, vervang het gewoon. Als je wat nodig hebt, laat het weten. Ik ben ook heel goed in verzamelen. Dan verzamel ik voor jou en jij voor mij. Ja, is goed. Oké, nou dan hebben we een goede deal. En ik zal heel binnenkort ook een normale route hier naartoe verzinnen. In plaats van... hoe het nu gaat, want dit is wel een beetje slecht. Misschien hier een lift of zo, dat ik hier een lift naar boven naar beneden breng. Ja, dat je ook dat gewoon zo kunnen, naar beneden. Dat is wel handig, want dit is een beetje rommelig dat je met je light rijden naartoe moet. Ja. Oké, nee, dan ga ik er vandoor, want ik hoorde dat Harlow ook wat wilde. Ja, klopt. Veel plezier in jouw laboratorium. Dankjewel. Ik ga hier over... Je weet dat je over de stroomkabels loopt. Ja, ik heb stroomschoenen aan. Ik kom naar mijn hanenkam. Sinds ik een hanenkam heb, kan ik dit. Oké. Over het stroom lopen. Een super char, maar wandelende walnoot. Hanekam walnoot. Ja. Hey, ik verwacht ook wel een goede laboratorium skin voor als je daar zit. Juist. Ja, daar kan ik komt je ook wel mee helpen. Aan. Daar kan ik wel mee helpen. Komt goed. Oké. Doei. 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 En Harlow is blijkbaar in zijn pretpark. En dat zit helemaal achter meneer KB zijn basis. Daar ben ik volgens mij één keer maar geweest ooit. Oei. Oh, dat is hier. Ga ik bij de ingang. Wat is dit? Koekjesland, let's go! De kaartjescontrole. Ja, maar wat moet dat hier? Ja, ik wil graag één kaartje voor Koekjesland. Dat kan nog niet. Oh, wat dan? Ja, we zijn nog niet open. Oh, joh, dat zeg je terwijl je de deur open doet. Het ziet er wel leuk uit, dit Koekjesland. Wat voor attracties komen er? Yo, ga je een groot reuzenrad maken in de vorm van een koekje? Nu zit je gewoon mijn plannen te spoilen. Wat is dit, joh? Oh, kun sorry. Kun jij de toekomst voorspellen? Nee, dat is gewoon iets wat echt moet gebeuren. Dat lijkt mij heel leuk. Er komt wel echt een reuzenrad, ja. Oh, cool. Hey, jij wilde wat vragen aan mij. Wacht, dat doen we even in je pretpark. Dat is misschien wat leuker. Dat is gezelliger in je pretpark. Ah, zo. Heel ander gebied ineens dit. Echt sfeerverandering hier aan deze kant. Heb je nou gelezen wat ik jou zei? Of niet? Nee. Jij wou mij wat vragen. Ik heb jou een hele chatbericht gestuurd. Ik heb gezegd... Hetgene wat ik jou wou vertellen is niet zo interessant, maar het gebied pakt Ja, maar nu gaan we er wat interessants van maken. Oké. We gaan er een scène van maken zelfs. Zet ik mijn camera neer. 2 seconden, dan gaan we er een scène van maken. Ja, dat is goed. Wacht, doen we het voor de ingang. Wordt het wel interessant. Misschien gaan we wel weer naar die kant. Hallo, kijkers van de scène. Hey, daar zijn we. Hey, ik wou dus eigenlijk heel graag, zoals je ziet, ik ben kaal. Jij bent kaal, ik heb een hanenkam. Ja, dat zie ik ook, hè? Dat vind ik prachtig. Het is ongelooflijk waar. Maar ik wil dat ook. Ik wil mijn haar weer terug. We hebben jou kaal geschoren met z'n allen. Ja, jij hebt een stuk van mijn haar en die wil ik dus eigenlijk heel graag terug. Dus mijn vraag was eigenlijk aan jou. Kan ik misschien een opdracht of zo voor je doen? Dat ik dan op die manier mijn stuk haar kan terugkrijgen. Hoezo? Dat is niet leuk. Dit is wel leuk. Mag ik gewoon een opdracht geven? Hallo? Ja, dat mag. Oké, dus als ik jou een opdracht geef en jij voltooit die, dan krijg jij één van je haar terug. En hoeveel stukken haar zijn er verspreid over de wereld? Er zijn 5 stukken haar. Wie hebben allemaal die haarstukken? Jij hebt er 1. Ik heb er 1. Heeft er 1. Oké. Joris heeft er volgens mij 1. Oké. Rick heeft er dan 1. En Sizzombo heeft er 1. Volgens mij waren dat 5 mensen die een stuk haar van mij hadden. En nu ga ik dus bij ze allemaal langs, zodat ik mijn haar terugkrijg. Oké, wacht. Nou, kom heel even met me mee. Kijk, we gaan even eens gedag zeggen tegen de camera hier. Oh, tot de volgende scène. Harlow.
Ja, dat ben ik. Je bent nog steeds kaal. We zijn bij de volgende scène. Je bent nog steeds kaal. Hé, hier ben ik vandaag geweest. Daarom heb ik een hanenkam. Misschien is dat ook wel iets voor jou. Als je alle 5 je haarstukken terug hebt, moet je naar deze locatie. Ja? Joris heeft een nieuwe kapperzaak geopend. Hier is gewoon een kapper. Hier is gewoon een kapper, joh. Dus zodra je je haar hebt... Ik weet niet of... Hier ben ik dus vandaag geweest. En vandaar dat ik nu een hanenkam heb. Maar ik weet niet of Joris misschien voor jou een... speciaal goedje heeft, waardoor die 5 haarstukken weer, zeg maar, bovenop één, de zijkant 1, achter 1, links 1 en voor misschien 1, weet je? Daar heb je de 5 hoeken heb je dan allemaal bij elkaar. Allemaal heb ik ze dan beklad, ja. Ja, misschien kan hij dat hier, maar dan heb je wel je 5 haarstukken. Maar ik dacht, ik laat je vast deze plek zien, dan weet je in ieder geval dat de kapperszaak hier zit. Kijk, heb je leuk van die ronddraaiende dingetjes, weet je wat die barbershops altijd hebben? Die zit echt bij zo'n barbershop, ja, dat klopt. Ja, die zit echt bij de barbershop. Hier ben ik vandaag geweest, het is een aanrader, maar nu wil je een opdracht, hè? Ja, ik heb mijn haar nodig. Ja, maar dan moeten we weer even naar de volgende scène. Oh ja, we gaan weer even naar de volgende scène. Ik loop daar nu heen. Wat doe jij nou, joh? Hallo. Hey. En welkom bij een nieuwe scène, Arlo. Daar zijn we. Ja. Gewoon weer een nieuwe scène. Hey. Hey, ik heb het haar van je gevonden. Kijk. Ja, dat vind ik fijn. Ja, dit is een van de 5 stukken haar die op jouw hoofd hoort. Ja. En ik heb een opdracht voor je. Het is een hele simpele. Ja. Ik wil jouw t-shirt. Mijn t-shirt? Ja, met de Noorwegen vlag erop. Dat is Noorwegen, toch? Ja, maar dat is mijn trui, hè? Ja, de trui, die wil ik. Jij wil mijn trui hebben. Ja, ik wil ruilen. En dan pas krijg ik mijn haar terug. En dan moet ik de volgende keer weer bij jou langskomen, zeker? Om die trui te fixen. Trui terug te krijgen, ja. Nou, oké. Zullen wij dan van trui ruilen? Kom, gaan we even achter de camera doen. Anders zien ze me. Ik schaam me voor mijn tepels natuurlijk. Dus daar, ja. Ben je er klaar voor, Arlo? Ik heb hem aan volgens mij. Ik heb hem ook aan, daar komt hij. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Geweldig. Wauw. Dit staat prachtig, joh. Dit matcht ook nog met mijn schoenen. En het matcht met jouw kale hoofd. Ja, het is bijna dezelfde trui eigenlijk. Je ziet er wel echt volwassen uit, moet ik zeggen. Nu dat je trui ook helemaal over je handen heen gaat. Je hebt een iets volwassener outfitje aan. Ik zie er nu echt uit als een 30-jarige die of een kind ineens weer. Een 30-jarige in een kinderoutfit. En jij gewoon... Ik ben een kale opa. Een 40-jarige. Je hebt een kale opa, ja. Nou, goed. Omdat de deal compleet is nu, ik heb een shirt gekregen. Hier is je eerste stukje. Hier is mijn stukje haar. Ja, het is mijn eerste stukje haar, ja. Dit is je eerste stukje. Ik ben blij. Ik heb hem. Je hebt hem, ja. Yeah. Ik heb je t-shirt of je trui. Als je hem ooit terug wil, dan moet je weer een nieuwe opdracht uitvoeren. Ja, dan moet ik mijn schoenen wisselen zeker. Jongen. Mijn schoenen vind ik echt cool die ik heb. Die wil ik niet wisselen. Oké, dan wisselen we de volgende keer wisselen we van bril. Dan krijg ik... jouw masker en dan krijg jij mijn bril. Nee, dat gaan we niet doen. Oké. Ik wil niet dat mensen zien wat er onder mijn masker zit. Onder dit masker dat ik altijd draag. Dan zien ze mijn echte gezicht. Ja, dat moeten we eigenlijk niet hebben. Nee, dat moeten we niet willen. Nee. Hey, was leuk. Goede scènes. Ja. 3 verschillende scènes, hè? Ja, dan ga ik nu mijn haar snel opbergen en op zoek naar de rest. Kan je niet dit haar al op je hoofd pakken? Dat je alvast je eerste stukje haar terug... Nee. Ik ga eerst de rest naar de kapper zoeken. Natuurlijk, hè? Ja. Ja, en de kapper. Ja, Oké, dan ik ga deze kant op. Ik ga deze kant op weer. Doei. Doei. Oh, dat is moeilijk. Goed, jongens, dan zijn wij nu met Harlo zijn kleding omgeruild. En ik ben er heel blij mee. Maar voordat wij deze video helemaal tevreden kunnen afsluiten... zeggen, weet je, dit was echt goed... heb ik nog 1 hele belangrijke taak. Ik heb namelijk hier blauwdruk hashtag nummer 1 klaarstaan... voor Char. Ik heb in de tussentijd... buiten de opnames om... heb ik natuurlijk mijn blauwdrukken gewoon doorgezet... zoals ik meestal met al mijn afleveringen doe. Dan ga ik alles ontwerpen en dan in mijn video ga ik het daadwerkelijk voor jullie bouwen. Maar nu kan ik deze blauwdruk daar in het laboratorium afgeven. Dus laten we even die kant op vliegen. En dan hoop dat ik niet dood ga. Au. Hey! Char, daar zijn we weer! Hallo! Hallo! Hoe bevalt het laboratorium hier? Goed! Ja? Ja. Nog een beetje, je bent zeker alles even heel goed aan het inspecteren voordat je dingen gaat aanpassen, neem ik aan. Ja, even aan het kijken wat er allemaal is en wat ik allemaal wil en wat ik nodig heb. Hey, wat vind je van mijn t-shirt? Van mijn sweater? Wow! Ja. Hey, ik ken die ergens van. Ja, die is van Arlo. Wat doe jij in Arlo's trui? Ja, hij heeft zijn haar terug. Hij heeft zijn haar teruggekregen, maar ik mocht wel zijn trui hebben dan. Oh. Ja, jij had ook een stukje haar van hem, toch? Klopt. Maar ik hoef niet zijn trui. Nee, dat snap ik. Hij stinkt ook wel een beetje. Ik voel me een beetje vies. Oh. Maar daar kom ik niet voor. Hé, we kunnen even naar jouw prachtige ding toe hier lopen. Ik heb hier allereerste blauwdruk voor jou klaarstaan. Blauwdruk hashtag nummer 1. Is dat? Oké. Spannend. Ja. Dus die kan je gaan onderzoeken. En je kan hem... Ik weet niet, kan je blauwdrukken... dat zijn bennenpetten. Kan je die hierin stoppen? Nee.
Oh, dat kan niet. Nou, dan... maar kijk maar wat je ermee doet. Dat is in ieder geval je eerste blauwdruk. Als je zin hebt om te verzamelen... Laat het me weten, want dan ga ik het zelf niet doen. Ga ik zelf door met mijn volgende ontwerp. En op die manier kunnen we dan gewoon een teamwork zijn hier samen, weet je? Maken we gewoon een lopende machine hiervan, noem je dat? Aan de lopende band bouwen we. Wat dacht je daarvan? Fantastisch. Oh ja, dan moet ik ook nog even... moet je ook betalen? Is dat misschien leuk? Hoeveel vraag je per blauwdruk? Heb je geld? Ik heb diamonds. Oh, je hebt geld. Wat zullen we doen? Vijf diamonds per blauwdruk? Ja, dat is goed. Oké, wacht. Ga ik die even snel halen voor je. Ik ga dood. Ik ga niet dood. Nee, overleefd. Ik kom hier met 5 diamonds voor het blauwdruk die ik jou gegeven heb. Zo, kijk. 1, 2, 3, 4, 5. Hoppakee. Dankjewel. Geen probleem. Hey, goede business dit, hè? Nou, ik heb nog niet eens wat gedaan en ik ben al rijk, dus dat is goed. Ja, daarom. Je krijgt vooraf betaald gewoon. Ja. Peplauw, ben je professor van dit gebouw. En je hebt wel echt het mooiste uitzicht hier, hè? Je zit wel echt in het midden van dit gebouw. Daarom. Ik ga wel nog even lift waarschijnlijk voor je weg. Komt goed. Fijn, dankjewel. Oké, nou, succes met je blauwdruk. Ik ga er weer vandoor. Dat was mooi, hè? Hoorde je dat? Ja, dat was echt heel gaaf. Kan je dat nog Dat was echt heel... Ja, wacht. Ik kan nog één keer doen voor je. Komt ie, hè? Nog één keer. Ja. Ik ga er weer vandoor. Die was beter, volgens mij. Nog ja, zelfs. Die was langer. Beter. Ja, die was beter. Nou, oké, dan moet ik wel echt vandoor gaan. Doei. Ja. Goed, jongens. Daar ben ik heel blij met de progressie van deze aflevering. We hebben een hanenkam zoals het standbeeld hier. We hebben Harlow's trui aan. Helemaal geweldig. We hebben een laboratorium gebouwd die we aan Char hebben gegeven. Zodat we in de toekomst daar mijn blauwdruk kunnen geven. We hebben zelfs al het eerste blauwdruk gegeven... Waardoor mijn nieuwe project voor de volgende aflevering ook al verzameld kan worden. En zodat we gewoon zo snel mogelijk aan de slag kunnen. En zoveel mogelijk content veen video's kunnen uploaden. Vond je het nou een leuke video? Kijk dan even lekker de video die nu daar voor mijn standbeeld komt. Hè. Dat is een hele leuke video. Die moet je gewoon zeker even kijken als je nog niet hebt gedaan. En dan nu dankjewel. Spreek je later. Laat je maar.